Dames en heren, jongens en meisjes, namens het avonturenpark Hellendoorn heten we jullie allemaal van harte welkom in het Openluchttheater. Voordat we met de show gaan beginnen, willen we u nog even vragen om uw mobiele telefoon op stil te zetten. Foto- en videoopnames van deze show zijn toegestaan. Tijdens de show is het verlaten van het theater niet mogelijk. Blijft u zitten na afloop van de show en volg de aanwijzingen op van het personeel om na afloop van deze show het theater te verlaten. Dan is het nu zover. Wij wensen u veel plezier tijdens onze show Het Experiment. Papa? Bob? Papa, ben jij hier? Bob? Oh, hallo. Ik zal me even voorstellen. Mijn naam is Wendy. Ik ben de dochter van professor Mulnix. Ja, nou, misschien kennen jullie hem wel, want hij is best wel een bekende professor. Vroeger woonde hij altijd in de Discovery Club aan de andere kant van het park. Wie is daar al geweest? Bij het lasergamen. Ja, leuk hè? Een aantal jaar geleden is daar een van zijn experimenten helemaal misgegaan. En toen heeft mijn vader dus besloten om hier naartoe te verhuizen. Maar sinds hij dus hier woont, is hij nogal bestrooid en hebben niet zoveel contact met elkaar. Al denk ik dat het laatste komt omdat hij nogal ouderwets is. Want hij heeft niet eens een mobiele telefoon. Dus ik kan niet even appen, ik kan niet even facetimen, helemaal niks. Maar jullie zitten hier al. Hebben jullie mijn vader soms al gezien? Nee? Wat gek, hij draagt meestal een witte jas. Niet gezien. Ja, nou, dan vraag ik mij eigenlijk wel af waar hij kan zijn. Papa? Pap? Zo, dat ging met 96 km per stunde, ging het dwars doorheen zo. Kijk, en toen bleef hij daar haken en toen ging hij daar overheen zo. En dan ging hij daar ook nog even... Oh. Ik moet geen potten kijken, wegwezen hier. Nou, ja zeg. Wendy? Wat doe jij hier? Nou, ook leuk om jou te zien. Ja, hoi. Nou, doe nou eens wat liever. Hoezo? Sinds dat experiment in de Discovery Club ben je niet te genieten. Oh. Ja, nou, ik hoor je niet, ik zie je niet. Maar je ziet me nou toch? Pap, ik mis je. Ja, ik mis jou ook. Tot ziens, dag. Je neemt die mensen mee, want ik moet geen verder kijken hier bij mijn experimenten. Tot ziens. Pap, stel je dan in ieder geval even voor. Ja, aan wie? Ja, aan al deze mensen. Ja, waarom dat dan? Pap. Oké, dames en heren, hallo allemaal. Mijn naam is professor Nulnix. Ik ben professor en ik ben uitvinder. Ik ben bijvoorbeeld de enige uitvinder, dames en heren, ter wereld, die een drankje heeft gemaakt waardoor kale mannen weer haar krijgen. Ja! Mislukt. Hoezo? Ja, nou luister, hè. Die mannen die dat gingen gebruiken, die verloren al haar. Ja, kleine bijwerking hou je altijd. Ja, nou, zo kan ik het ook. Maar ik ben hartstikke druk, tot ziens, Wendy. Druk? Ja, ik moet mijn phone herstellen. Maar waarom nou? Lieve Leute, luister goed hier. Een paar jaar geleden heb ik daar in de Discovery Club een klein experimentje gehad. Ik wou namelijk een formule ontwikkelen waardoor je nooit meer hoeft schoon te maken. Dan blijft je huis altijd schoon, ja? Dat heb ik daar gedaan. Toen kwam er een explosie en dan beweegt daar alles. Ja. En je moet alles stilzetten met een pistool. Ja, en dat is niet leuk. Nee, dat is hartstikke cool. Cool? Ja. Het is daar niet cool, want de verwarming staat aan. Nee. Bam, cool betekent gaaf of leuk. Nou, zeg dat dan in plaats van die gekke dingen. Nou, dat zeggen alle vloggers toch ook. Vloggers? Ja. Wat zijn vloggers? Weet je dat niet? Nee. Nou, vloggers zijn bekende mensen van YouTube. Van? YouTube. Wat is dat? YouTube kun je dus allemaal filmpjes kijken. Oh, dat kan wel. Maar wat kijk jij dan? Nou, ik kijk altijd naar Enzo Knol. Wie kent Enzo Knol? Ja, die is leuk, hè? Enzo Knol? Dat vind ik altijd heel leuk. Die vind jij leuk? Ja. Nou, die staat hier gewoon achter. Wat? Ja. Enzo Knol is hier? Die is hier. Echt? Ja. Wie wil een handtekening? Oh, dit is zo leuk. Enzo Knol? Oh, wat gaaf. Een handtekening van Enzo Knol? Mijn dochter is niet helemaal goed, dames en heren, sorry. Bob! Ja? Hier staat alleen maar een paard in dat weiland. Ja, dat is mijn knol. Die heet Enzo. Ja, nou, die bedoel je toch helemaal niet? Ja, wat bedoel je dan? Nou, ik bedoel gewoon Enzo Knol van de vlog. Ja, dat ken ik toch allemaal niet? Ja, daar heb ik toch niks aan. Maar wat kijk jij nog meer dan? Jongens, wat kijken jullie? Oh, wat kijken jullie nou? Roep maar. Stuk TV. Wie kent Stuk TV nog meer? Stuk TV! Ik vind het hard om te
lachen. Nou, daar heb ik sinds gisteren nog een appeltje mee te schillen. Zo, hebben ze een prank bij je uitgehaald. Wat? Ja, een prank. Nee, kijk hier. Ik wou hem om 6 uur aandoen. Kijk eens hier. Papa. Stuk TV. Pap, dit is een kapotte televisie. Ja, dat is dan een stuk TV. Nee, je begrijpt het niet. Ja, maar dat zijn die moderne dingen. Dat pap, allemaal... kom op. Ja, precies. Dat is een filmpje. Ja, maar die kan ik hier niet op kijken, maar dit is een stuk TV. Nee, pap, nee. Nee, ik snap het. Maar maakt niet uit. Ik ben hartstikke druk. Tot ziens, pap. Wendy. Pap, wacht. Papa. Wat is dat? Nou, ik heb het eigenlijk wel warm. Je hebt het warm? Nou, dan trek wat uit en ga zwemmen, Linda. Nou, ik ga dat water niet in. Maar wat wil je dat? Wil je een stukje koude hebben? Ja, heb je daar iets voor? Dan kan ik mijn nooitste experiment aan jou laten zien. Oké, wat is dat dan? Dat is mijn sneeuwindictator. Wat? Mijn sneeuwindictator. Oh, oké, wat doet dat dan? Dan laat ik het hier in Hellen wat sneeuwen. Sneeuw hier in Hellen? Hier laat ik het sneeuwen. Ik wil dat wel zien. Wil je dat zien? Ja. Jongens, zal ik het laten zien? Ja. Oké, dan. Ja, laat ik het zien, jongens. Ga het hier zo met die sneeuw in Hellen doen. Let op hier. Doe maar de computer even aan. Zo, 1, 2, 3. Papa, kijk, hij doet dat hier. Lieve Leute, pak je sjaal en je handschoenen maar erbij. Want het gaat sneeuwen in Hellen. Kom maar. Pap, dit is toch geen sneeuw? Dit is geen sneeuw. Kijk, ook, dit zijn allemaal bubbels. Dit zijn bubbels, ja. Een klein beetje foutje, sorry, er gaat wat mis. Een foutje. Er gaat wat mis hier. Ik zie het dan, wacht even. Gas uit. Gas uit. Papa. Gas uit. Hey. Uit. Pap. Hij gaat niet. Hij is uit. Je verlaat doet nog even. Oh, ik snap het al. Nou. De computer is verkouden. Jouw computer is verkouden. De computer is verkouden. En hoe kwam dat nou weer? Ik heb gisteravond per ongeluk Windows opengelaten. Wauw. Ja. Maar... Daar komt het door, ja. Wat was dit nou met dit was de afwasindicator. En jij moet de sneeuw in de kast. Ja, dat heb je beloofd. Nou, lieve Leute, we tellen even met z'n allen tot 3. Okay. En dan laat ik die sneeuw in helpen. Dan gaan we 1, 2... De guy, jetzt geht's los, dames en heren. Pak een skis erbij, want het gaat sneeuwen in Hellen doen. Wat is dit? Kijk dan, papa, het sneeuwt. Wauw. Wendy, ik krijg hier een klein beetje een weihnachtsgevoel. Ja, nou, dat snap ik wel hoor. Oh, glühwein, weihnachtsmarkt. Lieve Wendy, mag ik een liedje zingen? Nee, je kan niet zingen. Komt-ie. Allemaal vingers hier. Oh, the weather outside is frightful, but the fire is so delightful. And since we've got no place to go, jetzt met z'n allen, let it snow. Geweldig! Nou, dat was echt leuk, pap. Ja, dankjewel, Wendy. Maar kom eens. Wat is er? Nou, ik heb iets voor je meegenomen. Maar ik ben druk. Nee, maar ik heb een cadeautje voor je. Maar ik ben nog helemaal niet jarig. Nou, dat weet ik wel, maar ik zag dit dus liggen. Toen dacht ik, ja, die neem ik mee voor jou. Ja, jij bent net met een sneeuwpop. Ja, dat maakt niet uit. Okay. Doe maar even je ogen dicht en je handen naar voren. Ogen dicht, handen naar voren. Kijk eens. Alsjeblieft. Wat is dit? Nou, dat is dus een iPhone. Een iPhone? Ja. Oh, iPhone. iPhone. Nee. Oh, er komt een ei uit. Nee. Oh, maar dat is een heel klein gaatje. iPhone. Dat is een telefoon. Een telefoon? Ja. Ja, maar ik heb nog een telefoon. Kijk hier. Nou, moet je kijken. Dat ding is stokoud. Ja, maar die doet toch nog? Ja, nee, maar dit is dus een mobiele telefoon. Een mobiele telefoon? Ja. En die kan vanzelf lopen? Nee, pap. Ja, maar ik heb daar helemaal niks gezegd. Maar ik heb dat is allemaal modern. Dat wil ik allemaal niet. Hier. Neem maar drinken. Wie wil van jullie wat drinken? Laat kijken. Nou, hier. Neem maar drinken voor die mensen. Nee, sorry. Ik heb zelf niet zoveel tos. Ik moet verder, dames en heren. Mijn fout moet hersteld worden. Even kijken. Even zo. Hier staat het wel, ja. Dan 1 druppeltje van deze, van de blauwe. 6 druppeltjes van de oranje. Want 18 druppeltjes van de groene. De groene! De groene ligt nog in het laboratorium. Wendy moet me even helpen. Wendy, hallo. Wendy, help eens. Hallo. Jongens, waar is Wendy mee bezig? Op de mobiel foto's maken, ja. Wie van jullie zit ook veel te veel op de mobiel als kijken? Ja, kijk. Nou, lieve Leute, Wendy reageert niet op mij, dan tellen we nog 1, 2, 3, dan zeggen we even heel hard, hey Wendy. 1, 2, 3! Wendy! Ja? Ja, kijk dan even. Ja. Je moet me even helpen, ja?
Er mag maar één druppeltje van deze daarin, oké? Oké, ik moet een foto van maken. Het staat er goed op, hè? Zo, ja, heel goed hoor. Je moet met hallo, Lenny, kom op naar het factory. Schiet nou eens op! Wat is er nou? Ja, kijk dan even daar. Ja, maar wat moet ik doen dan? Dat weten die mensen wel. Schiet eens op, Lenny. Jongens, wat moet ik doen? Eén druppel van de blauwe en heroïke fles. Even kijken, nou dan ga ik toch voor die ene druppel van blauw. Even kijken, weet je wat ik dan doe? Dan maak ik een selfie, want dat vind ik altijd zo grappig. Even kijken, hier. Filmpje, dat is een goed idee, dat ga ik doen. Dat is leuk. Nee, ik ga toch voor een selfie. Ja, oké. Eén druppel. Heel fijn. Eén druppel. Nou, zo. Bam! Wat is er nou weer? Dat gaat helemaal niet goed. Wat heb je gedaan dan? Nou, die meneer zei dat ik een hele fles erin moest doen. Een hele fles? Nee, een druppel maar. Oh, Wendy, kom op nou. Maar je bent er de hele tijd mee bezig met je mobiele telefoon. Wat doe je toch de hele tijd? Nou, ik was gewoon even een selfie aan het maken. Een selfie? Jongens, wat is een selfie? Maak je een foto. Ja, een foto dus van jezelf. Een foto van jezelf met je telefoon. Oh. En waar heb je dat voor nodig dan? Nou, dat is gewoon heel makkelijk, want die kun je dan meteen posten op Facebook en Instagram. Oh, let op hier. Facebook. Nee. Nee, zo werkt dat niet. En wat kun je dan meer met die dingen dan? Nou, dat zei ik al. Facebook, Instagram, je kan selfies maken. Maar je kan ook je bankzaken regelen. Bankzaken, jetzt komt die affe uit die mouwen. Jij bent hier natuurlijk voor geld voor jouw vader. Want jij hebt natuurlijk een rapport gekregen van school. En daar staat niet één onvoldoende. Oh. Weet je, dat klopt wel. Dan krijg je van mij een gulden, hoor, maar. Gulden? Ja. Pap, kom op zich, we hebben toch al heel lang euro's. Euro's? Ik stuur je wel even een tikkie. Een tikkie? Oké, dan gaan we een spelletje spelen. Een tikkie, jij bent Nick. Pap, een tikkie, dat is ook via je telefoon, om je geld overmaken. Allemaal modern, dat wil ik niet weten. Ga maar weg hier. Ik heb even trouwens iemand nodig uit het publiek voor mijn volgende experiment. Hè? Wie van jullie is vandaag met de familie en wie van jullie heeft vandaag een heel vervelend jongetje bij zich? Laat eens kijken, wie? Ja, bovenaan, ja. Oké, met die jongen met die korte broek, daar, ja, die, ja, ja. Hoe heet jij? Hoe heet jij? Zie, hoe? Tio, zeg ik het goed? Ja, oké, dat is een hele vervelende naam. Ja, nee. Oké, luister goed, ik haal je zo meteen naar voren, ja? En dan ga ik hierachter, heb ik een machine staan, dat is een shredder. Jij weet wat een shredder is? Nee? Dan is een machine, daar duw ik jou in en dan kom je in vier stukken er weer uit. Ja! Oké, even vragen aan mama. Mama, wat vind je het leukste van hem? Hoofd, onderkant of helemaal niks? Maak er een kebab van. Papa, dat gaan we toch niet doen? Ja, kijk dan. Ja, maar die ziet er juist zo lief uit. Oh, schijnt bedriegt hoor. Ach, pap, hou eens op. Nou, ik kan jullie hulp ook wel even gebruiken, want wie van jullie kent toevallig TikTok? TikTok? Nou, dat komt heel goed uit. Want kijk, ik heb dus ook TikTok gedownload. En wilde ik dus vorige week wilde ik dat dansje doen van alleen toen. Nou, toen was ik dus vergeten hoe die ging. Kan iemand van jullie mij daar misschien bij helpen? Ja, jij. Moet je even opstaan. Heel goed. Doe je voor, komt ie. En dan met twee. Nou, wat doe je dat goed? Applausje, jongens. Applaus. Oké, en weet je wat we dan even gaan doen? Sta allemaal maar even op. Papa, jij komt erop bij. We gaan even met z'n allen die tikken. Allemaal, papa, ze mama zo. Met z'n allen even, ja? En hoe gaat dat dan? Nou, eerst met één. Oké, dan komt ie. En dan een beetje zo heen en weer. Heel goed, dan je andere. Ja, kijk. Dan ook weer heen en weer. En dan met twee. Oh, Wendy, ik kan ook een dansje. Let op hier. Kapot, de hele formule. Wendy, er gaat helemaal niks goed aan meer.
Ik ben ook een professor van helemaal niks, hè? Nou, eigenlijk ben je meer nul niks. Ja, kijk dan. Maar, pap, is er niet iets wat ik kan doen om jou te helpen? Jij? Ja? Jij bent een meisje. Nou, daarom. Kom op, zeg. Je pak je telefoon. Ja, en dan? Dan toets je in de G. De G. O. 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 G. G. L. L. E. E. Goochelen! Kom, Hanske's aan! Hans, kom er maar bij! Kom maar! Ja! Hans, kom maar! Google. Google, oké. Wat is dat dan? Nou, Google, dat is dus een online zoekmachine. Ja. En die geeft antwoord op al je vragen. Oh, deze kan zoeken? Ja. Oké, zoek! Zoek dan! Nou? Zoeken! Haha, niet zo! Niet zo? Nee, ik geef jou dit net cadeau! Oh, dat hoort niet. Nee! Lieve jongens en meisjes, luister goed. Dit doe je thuis nooit na met je eigen mobiel. Nee, zeker niet! Dan pak je de mobiel van papa en mama. Zo, kijk. Och, kijk nog los. Oh, dat is allemaal de zaak. Nou, vind je het gek? Kijk zo, hier. Branden zwart, voet uit, zet door. Zie je het nog wel? Ja, volgens mij wel. Kijk, ja. Ja, kijk, ja. En, nou, dat typen, dat ging niet zo snel. Dus je dan hier dit knopje indrukt. Ja. En je zegt, hey Google, kun je daarna dus je vraag stellen? Oké, daar gaan we dan. Hey Google! Hallo professor, waarmee kan ik u helpen? Ja, dat is heel simpel. Ik heb maar één kleine vraag aan jou. Dat is, kan een waterstofperoxide, kan het bij de hexacloside? Makkelijk, hè? Dit zijn de adresgegevens van Shwarma en Kebabhuis de Piramide. Niet helemaal goed, hè? Papa, je moet ook wel duidelijk praten. Nog duidelijker. Ja, oké, dan gaan we nog een keer. Hey Google, kan een waterstofperoxide, zou het bij de hexacloside, zou het bij elkaar in kunnen? Cyclohexeenoxide kan bereid worden door de oxidatie van cyclohexeen met behulp van waterstofperoxide. Als de synthese gelukt is, kleurt de vloeistof groen. De vloeistof moet groen. Kijk, we zijn bijna bij het laatste onderdeel, lieve Wendy. Ik heb bijna mijn fout hersteld. Moet je me nog even helpen daarmee? Nou, want de kleur moet namelijk groen zijn. Je hebt al een klein beetje blauw erin gedaan, nog een heel klein beetje erbij. Nog een beetje. En oranje, dan wordt de kleurstof groen. Maar niet te veel, ja? Moet jij maar even stopzetten. Oké, de blauwe, ja, klein beetje. Heel goed, ja. Zo? Ja, is goed. En nou een heel klein beetje oranje, niet te veel, hè? Een beetje. Pas op! Goed, ja. Pap! Ik ging gewoon vier meter de lucht in, zag je dat? Is dit groen? Ja, dat is goed. Oké. Danny, dan heb ik het boek erbij. Dat is leuk, want hier staan namelijk de geheime chemicaliën in. Maar met dit boek wil ik er even wat niet bij zeggen. Ja. Dit boek is namelijk van mijn vader geweest en mijn vader was een uitvinder. Ja. En die heeft het weggekregen van zijn vader en die was ook een uitvinder. En die heeft het weggekregen van zijn vader. Ja, en die was zeker ook uitvinder. Nee, melkboer. Maar geef niet. Die vond het leuk om dingen te doen. Ja. Even kijken, hier, kleurstof is groen, dat hebben we gezien, oké. Ja. Daar gaat de geheime chemicaliën erin. Luister goed, volgende bladzijde. Scheisse! Nou, hallo, dat mogen we toch niet zeggen? Nee, dat weet ik wel, maar ik kan het niet zo goed meer lezen. Wat dan? Ik had daar een plattegrond gemaakt van het park. En had ik een kruisje gezet bij de boerderij. En daar liggen mijn geheime chemicaliën. Maar ik kan die plattegrond niet meer zo goed lezen. Dan kijk je toch gewoon even op de plattegrond in de avonturenparken app. Hebben we die dan? Jazeker hebben we die. En wat kun je daarmee dan? Ja, nou, dan heb je de plattegrond. Ja. Je kan ook eten bestellen. Je kan je parkeerkaart kopen. En de wachttijden ook. Wat handig, ja. Hé, hey, maar oké, zoek even op. Boerderij moeten we hebben. Even kijken, hier de Montezuma, de Dombomolen. Oh, wacht, ik kan het een klein stukje lezen. Hoeve. Hoeve. Pap, daar heb ik toch geen plattegrond voor nodig? Niet? Nee, ik denk dat je een buitenhoeve bedoelt. Die bedoel ik. Nou, dat is hier, dat is het restaurant. Aan de overzijde. Ja. Ja, kom op dan, dan gaan we daar, dan gaan we chemicaliën pakken. En dan kan ik eindelijk mijn fout herstellen. Kom op, Wendy. Ja, komt er nooit meer iemand in de Discovery Club. Kom, daar gaan we. Kom dan, Wendy, kom op, Wendy. Pap, ik blijf denk ik liever hier. Ja, waarom dan? Ik ben heel trots op je dat je denkt dat dit nou het goede is. Dit is het. Maar papa, het is daar zo leuk. Ach, jij bent de enige die het leuk vindt om daar te schieten. Ik ben de enige. Dat vindt niemand leuk. Vraag het dan even. Wie vindt dat leuk om daar te schieten? Oh. Kijk, allemaal. Ja. Maar wat wil je dan? Moet ik het dan zo laten? Ja toch, jongens? Oké, wat jij niet over hebt voor je dochter. Nee, dat? Ja, doe maar verder. Maar pap, bekijk het dan eens zo, hè? Ja. Jij bent de enige die het niet leuk vindt. Ik vind er niks aan. En de rest vindt iedereen het leuk. Ja. Dan ben je toch eigenlijk niet zo'n slechte professor? Nee, eigenlijk niet, hè? Toch? Nee, oké. Nou, weet je, we laten het wel zo, ja? Wil jij mij dan even helpen met de mobiele telefoon? Ja, jawel. Maar wat moet ik dan doen met Gooi mij in het water. Oké.
Engels, jij zegt dat het kan. Oh. Zo! Dat is wel goed dat we dat niet gemaakt hebben in de Discovery Club, hè? Precies! Oké, neem even afscheid van onze gasten. Ja, is goed. Lieve dames en heren, heel erg bedankt dat jullie kwamen kijken bij het experiment. Blijf nog heel even zitten en wacht op de aanwijzingen van het personeel om het theater te verlaten. En dan wensen wij jullie nog een hele fijne dag hier bij ons in het avonturenpark Hellendoorn. Cheers! Dankjewel! Cindy, ja. Er staat hier iets van Roblox of zo, wat is dat? Oh ja, dat is een spelletje. Is dat leuk jongens, Roblox? Ja? Ja, hè? Moeten we dat downloaden? Ja, ik zal je zo even uitleggen. Of even uitleggen hoe het werkt. Ja, dat vind ik allemaal helemaal niet. Wel leuk trouwens. Gaan wij een tasje koffie drinken. Tot ziens, dag. Doei. Zo, oh, kijk hier. Daar. Dat kun je ook nog doen. Oh, wat leuk.